Goedemorgen Vera. We zijn op zoek naar jou. We komen speciaal voor jou. En waarom? Waarom? Ik weet niet of je het weet, maar op Koningsdag delen we altijd jeugdlintjes uit aan mensen die, nou, aan jongeren zeg maar iets heel speciaals hebben gedaan. En we komen bij jou omdat jij het jeugdlintje dit jaar verdiend hebt. Als, nou, de jongere van Elburg die inderdaad in aanmerking komt van onze gemeente voor een jeugdlintje. En waarom? Waarom? Omdat je ontzettend veel doet voor anderen. Je hebt natuurlijk iets gedaan de afgelopen jaren in de landelijke campagne van de Brandwondenstichting, begreep ik. Klopt dat? En je bent bij Stichting Wiel betrokken, bij jonge mantelzorgers. Ja. Klopt dat? En er was nog iets, dan moet ik even op mijn speakbriefje kijken. Want volgens mij doe je nog meer dingen. Even kijken, weet je, ik zal ze even voorlezen. Je krijgt niet zomaar een jeugdlintje. Als je een jeugdlintje wilt krijgen, er zijn allemaal criteria voor. En er is een hele jury die moet uitkiezen zeg maar, wie dit jaar het jeugdlintje krijgt. En die jury die bestaat uit volgens mij al 6 mensen. We hebben een afvaardiging bij ons. Daar zit in ieder geval de wethouder jeugd zit erin. Onze jeugdburgemeester zit erin, Josephine. En er zitten nog een aantal mensen in. Iemand van Stichting Wiel. Iemand van... De studio doet het niet goed. Iemand van het, vanuit de gemeentelijke organisatie nog. Nou, nog een aantal mensen zijn erbij betrokken. En die doen ieder jaar een uitvraag via Facebook en via de krant. Van wie vinden jullie dat er dit jaar een jeugdlintje verdient? Nou, en dan kunnen mensen zich aanmelden. En er zijn mensen die hebben jou aangemeld, want ze zeiden Vera verdient absoluut het jeugdlintje. Ik zal even uit de zon gaan. Ja, dat praat makkelijker. Kijk makkelijker. En wat staat er nou in als je een jeugdlintje wilt krijgen? Nou, dan moet je dus iemand zijn die heel graag iets voor anderen doet. Je moet een bijzondere activiteit hebben gedaan. En je moet een voorbeeld zijn voor anderen, voor andere jongeren. En het moet iets zijn wat je het afgelopen jaar heeft gedaan. Nou, de jury vond met z'n allen dat jij degene bent die dit jaar het jeugdlintje krijgt, 2021. En wat hebben ze daarover gezegd? Nou, ik heb een heel juryrapport hierbij, maar waarin precies staat waarom jij dat lintje krijgt. En ik zal het even voorlezen. Vera is, toen ze ongeveer 3 jaar oud was, ernstig verbrand nadat een spiritusbrander van het Comezzo ontplofte, geloof ik. Nou, dat weet je waarschijnlijk nog heel goed. Gezicht en handen verbrand, week in het ziekenhuis gelegen, transplantaties gehad. En die werd afgelopen jaar, een jaar geleden ongeveer, benaderd door de Brandwondenstichting of jij het landelijk gezicht wilde zijn hè, van die brandwondencampagne. Nou, dat heb je gedaan. Fotoshoot en alles wat erbij hoorde. Filmpjes, interviews, posters hebben in het hele land volgens mij gehangen met jouw hoofd erop. Tekeningen gemaakt voor kaartjes. Die zijn verspreid. Nou, dat was het ene wat je hebt gedaan. Natuurlijk, dat is al iets heel bijzonders, heel unieks, waarvoor je zo'n jeugdlintje verdient. Maar als je een jeugdlintje wil krijgen, moet je meer dingen doen. 1 ding is niet genoeg, er moeten meer dingen zijn. Nou, je bent jonge mantelzorger. Je zusje is ziek en daar zorg jij ook goed voor. Hartstikke mooi, dankjewel. En je zit bij de Stichting Wiel, bij de jonge mantelzorgers. En je probeert op die manier ook andere jonge mantelzorgers een hart onder de riem te steken en voor wat anderen te zijn. En daarom hebben we een aantal mensen van de jonge mantelzorgersgroep ook meegenomen. Die zijn ook enorm trots dat jij dit jaar het jeugdlintje krijgt voor al die activiteiten. Nogmaals, van harte gefeliciteerd daarmee. Het jeugdlintje gaat omgehangen worden door Josephine. Alsjeblieft. Vera, er hoort ook een hele mooie oorkonde bij. Alsjeblieft. Ja. Het is echt fantastisch om dat nu. Mag zij even naast haar staan? Tuurlijk. Josephine erbij. Aan die kant. Lukt dat zo? Moet ik hem ook even hierbij houden? Hou hem samen beter. Hey, gisteren hebben wij
lintjes, kon ik een onderscheiding uitgedeeld aan nou ja, volwassenen, zeg maar, die een onderscheiding verdienen. Dat zijn mensen die vaak al 40, 50 jaar iets voor de samenleving hebben gedaan. Die kregen allemaal ook iets heel moois, iets lekkers erbij, een enorme doos met lekkers. We hebben onze oud-jeugdburgemeester meegenomen ook nog eens, Evi. En die heeft een pakket meegenomen met heerlijke dingen voor vandaag en voor jullie hele gezin om met elkaar te vieren. Dus... Met de ouders ook nog op. Ja, en als jullie erbij kunnen komen uit de deur, dan... Oh. Zie ik dat? Ja? Heb je? Ja. Alsjeblieft. Alsjeblieft, ja. Oh. Oh, die rode hoed, oranje hoed. Oh, nee. De oorkonde, kijk dan. Oh, wat leuk. Bij me staat Vera Bekenkamp. Vera, je straalt van oor tot oor. Ja. Ja, daar heb ik ook wel reden voor, denk ik. Ja, ik weet dus hoe vaak als die inmiddels uitgereikt is. En dat is nog niet zo heel erg vaak. En vorig jaar was er maar één en dit jaar ook. En als je het dan bent, dan is het wel heel bijzonder. Ja, dat voelt ook wel heel bijzonder. Ik heb van de burgemeester begrepen dat je in veel facetten bezig bent, maar het brandwondencentrum was toch wel heel belangrijk voor je. Ja, dat komt ook omdat ik zelf dan verbrand ben toen ik 3 was. En ik vond het wel belangrijk dat er meer geld vrijkomt voor onderzoeken, zodat er meer onderzoek gedaan, zeg maar, kan worden naar... Naar brandwonden en hoe je dat best kunt genezen. Maar je doet lekker ook heel veel voor Elburg bij Stichting Wiel. En daar worden wij altijd heel erg blij van. Want ja, Elburg is toch Elburg. En we moeten heel veel dingen samen doen met elkaar. En als je zo jong bent en al zoveel doet, is heel bijzonder. Ja, zelf heb ik het niet echt gevonden. Ik denk als je straks het juryrapport gaat lezen, wat er allemaal in staat en wat je allemaal gedaan hebt en wat de jury daarvan vindt, ik denk dat je er erg van onder de indruk bent. Ja, ik hoop het. Het is zeker weten. Ik wil je namens Loe TV en Loe Radio heel hartelijk feliciteren met deze onderscheiding. Geniet ervan en misschien over een jaar of 30, dan krijg je die echte onderscheiding ook nog een keer. Nou, bedankt.